Als jullie bij ons in de huiskamer zijn geweest, dan hebben jullie deze kaart wel eens zien hangen. En sommige mensen denken dan wat houdt dat nou eigenlijk in? Nou, 2021 willen wij met Sophie, Bram, Elie en ik een wereldreis gaan maken van 1, 2 jaar. Nou, als je naar de kaart kijkt, dan zie je dat er een bepaalde kleurcodering zijn. Ik ben groen. Blauw. Sophie roze, ik oranje. Nou, wat we hebben gedaan is, we gaan niet op de kaart zetten waar we allemaal al geweest zijn. Dat zouden we ook kunnen doen, maar we gaan vooral op de kaart zetten waar we naartoe willen. Iedereen heeft dus zijn eigen kleur. En er wordt willekeurig op de kaart geplakt zonder plan. En uit de hele puntenwolk die straks overblijft, want dit is Frans-Polynesië bijvoorbeeld. En daar, aan de kant van de wereld, heb je nog Nieuw-Zeeland en Australië liggen. Staan allemaal plekken in Azië, staan allemaal plekken aangegeven. Spitsbergen, oranje, ik wil graag naar Spitsbergen. Groenland, roze, Sophie wil graag naar Groenland. Dus tegen die tijd misschien weer groen. Hoe heet het hier ook weer? Antarctica, oranje. Ja, dat kunnen we niet missen. Maar als je al een paar van de punten pakt, houdt het al in dat we min of meer rondgaan. Dus, en hoe gaan we dat doen? Ja, met een boot dus. En die heet de Fearless. En dan gaan we. Ja, de Fearless 2. Ja, dat is weer een ander verhaal. Maar we gaan jullie eventjes meenemen naar naartoe. En dan gaan we eventjes kijken naar wat voor boot het nou eigenlijk is. Een rondje door de boot. Ja. Nou, dit is dan onze boot. Zij is van staal. En van de stad heeft haar getekend. En gebouwd door Hans. Ergens begonnen in de jaren 80. In 1992 gestopt. En daarna troffen wij de boot aan in zijn tuin. Althans, ik in 2011 al. En daarna ben ik met Mirjam gaan kijken. En het zag er niet best uit. Maar uiterlijke schijn. Want het schip was vreselijk goed gebouwd en stond heel goed in de verf. Dus we hebben het wel bijgewerkt en netjes geschilderd. Maar we hebben constructief aan het schip niks hoeven doen. We konden het zo uit de tuin takelen en met wat afmonteren van kranen in het water laten leggen. Thank you.
Nou ja, dat was weer een heel apart verhaal. Zeker. Komen jullie even mee binnenkijken? Nou, zoals je ziet is het wel een heel lang schip. Zoals jullie zien kun je hier helemaal rondkijken. En wij denken dat dit de ruimte is waar we ook het meeste gaan zijn. Dus hier komt de keuken. En in deze hoek gaan we een plek maken waar je eigenlijk kan verblijven op het moment dat je degene bent die verantwoordelijk is voor het schip. En dat je overzicht hebt te hebben over wat er allemaal gebeurt. Hier zitten al twee kooien. Dit is nummer 1 en dat is nummer 2. En dat worden de kamers van Bram en Sophie. Als we nou verder lopen, dan komen we in het hart van het schip. En dit gaat dan allemaal uit. Het wordt dus, ook steeds donkerder, donkerder dat hart van het schip. Ja, heel veel donkerder. Hier komt de master bedroom met daarachter een wc en een douche. En hier ons bed. En dat waar Elie nu staat, dat gaat de huiskamer worden. Met een, nog een extra hut hier aan deze linkerkant. En waarom nog een extra hut? Daar komen 3 slaapplaatsen. En wij willen namelijk heel graag dat als wij gaan reizen, dat er mensen mee komen reizen.